Anastasia, I'm out of love. Ik heb een heel goed verhaal over Anastasia, maar we hebben geen tijd meer. Dat is jammer, hè? Doe het in 3 woorden. Nee, dat kan niet. Ja. Nee, ik kan het sowieso niet in 3 woorden. Dus. Oh, ik haat dit soort cliffhangers. Ja, voor volgende week. Ja, zeg het nou gewoon, denk ik dan. Nee, dan, volgende week wel luisteren. Hoe vond je jouw Him for the Weekend ontmaagding? Nou, 7,5 zou ik zeggen. Ja, wat vond jij ervan? Ja, met wat hakken en stoten, maar we zijn aan de overkant gekomen. Nou, dat vind ik heel negatief. Nee. Ik vind het echt wel een 8. Nou, dankjewel. Ja. Zo kan het ook, Erik. Ja, dat we om 4 voor 8 nog ruzie krijgen. Gaat het een uur en 56 minuten goed? Nee, we hebben geen ruzie, want ik heb je nog 2 weken nodig. Oh ja. Nee, ik vond het echt heel leuk. En ik vond jou ook echt, ik vond jou vandaag echt de beste, Erik. Ik vond jou het leukste. Ja, dankjewel. Ja. Hoe vond jij het, Daphne? Ja, ik vond het superleuk. Ja? Ja, ik vond jou ook superleuk. Oh. Ik vind jou echt een superleuke toevoeging aan deze Him for the Weekend. Nou, zeker. Dank je. Ja, het is echt, ja, ik hou gewoon van een beetje praten, een beetje lullen. Mijn mening mogen geven. Ja. Dat mag ik gewoon 2 uur lang doen, dus daar word ik blij van. Ja. Ik moet zeggen, ook voor iemand die er al 2 uur op had zitten. Nou. Was je nog best wel lekker actief. Ja, het is niet moeilijk. Vermoeiend radio maken. Ja, ik zat niet achter de knop, hè. Dus dat is Dat is echt. Ja. Dat trekt je leeg, hoor. Het vliegt wel voorbij, moet ik zeggen. Ja, het vliegt wel voorbij. Ja. Dat klopt. Wil je ook ooit nog een keer terugkomen? Ja, heel graag. Nou, gelukkig zit je elke week voor ons. Dus makkelijk geregeld natuurlijk. Ja, zeker weten. Als je mag dan, hè? Als het mag. Ja. Zeker. Ja. Ik ga heel even gaan kijken. Ik krijg een appje van mijn moeder misschien dat het bedoelbaar waard is. moeten we er even op wachten? Ja, we wachten even, hoor. Ik vind het echt super tof dat zijn moeder gewoon kijkt. Nou, kijk. Mijn moeder zegt, was een leuke uitzending. Leuk met z'n drieën. Wow. Hey, top. Dankjewel. Hoe heet je moeder ook alweer? Petra, de groeten van ons allemaal. Ja. Zullen we speciaal voor Petra een nummer van Aaron Chupa draaien dan om af te sluiten? Ik weet niet of ze daar heel vrolijk voor wordt, maar we gaan hem wel draaien. Er staat geen paard in de gang, maar wel een lama in de woonkamer. Heel goed. Jongens, dankjewel. Tot volgende week. Doeg. Fijn weekend. Doeg.